Welkom dames en heren bij deze speciale Disney Infinity aflevering. Ik heb natuurlijk de afgelopen tijden heel veel van de serie laten zien, maar ik heb nog niet laten zien welke poppetjes ik nu heb. En ik wou gewoon even laten zien met jullie en doornemen welke poppetjes ik heb aangeschaft voor Disney Infinity 1.0. En er zullen ook twee poppetjes van 2.0 tussen zitten, maar dat zal ik dan wel zeggen wanneer ik die laat zien. De eerste karakter van Disney Infinity is natuurlijk, kijk eens, Blixen McQueen. En Blixen McQueen ziet er heel cool uit. Hij staat op een stuk van, ja, op een stuk weg. Een beetje donkere weg. Hij is ook met zijn wielen, staat hij een beetje schuin. Zie je het? En hij ziet er heel stoer uit. Ik vind het heel gedetailleerd. Het is gewoon echt van de Cars natuurlijk. En achterop staat ook World Grand Prix. Waar hij dus aan deel heeft genomen. Ook een heel leuk dat er een logootje staat, Amerikaans. En 95 erop. Even kijken wat staat er nog meer op. Er staat op de voorkant staat er, even kijken hoe ik hem moet kijken. Hudion Hornet staat erop op de sticker. Dus dit is de eerste karakter die ik laat zien. Dat is dus Blixen McQueen. De volgende karakter lijkt natuurlijk op het vorige karakter. Je ziet hem ook hier in beeld. Kijk eens, hij is niet te missen. Namelijk Holly. Holly, zeg ik het goed? Holly. Natuurlijk het leuke maatje van de rode Cars. En die zaten samen met ook een kenteken. Leuk. Idol staat er achterop. En het is eigenlijk een simpel autootje, heeft wat minder stickers dan eigenlijk Blixen McQueen. Maar is wel het maatje van Blixen en zeker weten, Holly is niet te missen. Komt natuurlijk ook voor in Cars. En is dus ik vind hem wel wat saai. Hij heeft wel één kleur paars, heel simpel eigenlijk. Maar hij is wel heel erg leuk en hij zat bij de Cars playset. In het Nederlands zeg je kapitein Jack Sparrow. Maar het is natuurlijk Captain Jack Sparrow om het stoer te zeggen. En dit is dus vanuit de starters pakket van Disney Infinity. Dus dit is een van de eerste poppetjes die je ook krijgt met het fantastische zwaard, Zavi. En nou, hij is ontzettend gedetailleerd. We kennen Jack Sparrow natuurlijk aan de leuke hoed en aan zijn lange haren. Ook een leuk karakter. Omdat je ook met zijn zwaard lekker kan schoppen en slaan. En dat vond ik heel fijn aan Jack Sparrow. En let ook op dat vingertje. De volgende karakter is eigenlijk de slechterik, maar behoort ook tot de karakter van Disney Infinity. Namelijk onze grote vriend Barbossa, Captain Barbossa. En met zijn lieve, schattige aapje aan de voorkant op zijn hand, heeft hij dus ook een zwaard in zijn hand. En ziet hij er eigenlijk bijna hetzelfde uit als Jack Sparrow. Op de onderkant zit ook een stuk donker hout en er staat ook op een soort van tonnetje met één been. En hij wijst ook ergens naartoe. Zeker naar bemanningsleden of goedaardige piraatjes. En dit is ook een heel leuk karakter. Het verschilt niet heel veel van Jack Sparrow. Maar is wel erg leuk om ook te hebben. Een beetje de bad guy. Volgens mij is ook bijna de enige bad guy die ik heb van Disney Infinity. Het volgende karakter is natuurlijk ontzettend bekend als je van Pixar houdt. En dat is deze geweldige grote vriend, Buzz Lightyear. Hij heeft niet de koepel om zich heen, die heeft hij afgedaan. Maar Buzz Lightyear kennen we natuurlijk. Hij is heel simpel, hij ziet er leuk uit. En je merkt ook dat ze een bepaalde stijl hebben qua cartoon. Ja, ik kan niet veel zeggen over dit karakter. We kennen Buzz Lightyear eigenlijk heel goed en hij staat op een stuk hout. En ik denk dat dat uit Andy's kamer komt, heb ik het gevoel. Ik heb de playset nog niet gespeeld. Maar ik ben heel erg benieuwd naar deze Buzz Lightyear. Hij gaat natuurlijk vooral in de ruimte spelen. Dat zal het zich afspelen. En hij kan natuurlijk vliegen. Hij ziet er fantastisch uit. En dan gaan we door naar het volgende karakter. Helaas geen Tom Hanks. Maar het is namelijk Jessie. Tom Hanks sprak de stem in van Woody. Maar dit is dus Jessie. De cowboy girl. Of de cowgirl, zo mag je het ook zeggen. En met haar leuke, grappige broek. Beetje haar zebra broek. Is natuurlijk heel erg staat ze bekend om. Ze heeft een hele grote hoed zoals je ziet. En ja, het is natuurlijk wel. Ja, het is dat zij bij Buzz Lightyear in de playset zat. Maar ik had liever Woody. Maar ik had twee vliegen in één knap. Twee karakters in één knap. Ik had twee karakters in één klap, eigenlijk. En ja, je ziet dat ze gewoon. Ze is een beetje ginger, hè, met dat oranje haar. En dat is een leuk karakter. Ook heel weinig over te zeggen eigenlijk. We kennen haar allemaal. Ja. In het Nederlands zeg je meneer Incredible. Maar wij zeggen natuurlijk Mr. Incredible. En dit is natuurlijk de super sterke held van Pixar. Met de grote I van de Incredibles op zijn buik geschreven. Hij is een heel leuk poppetje. Je ziet ook, hij staat ook op een stuk weg wat open is gebarsten eigenlijk. En het is eigenlijk een heel simpel poppetje. Hij heeft helemaal niet veel details of zo. Het heeft gewoon een pak en hij ziet er krachtig sterk uit. En hij is ook gewoon heel sterk. Hij heeft goede moves. Ik vond de playset best wel klein. Vergeleken met de Pirate en de Monsters Inc.
Maar hij heeft natuurlijk meer personages. Je hebt mevrouw Incredible, je hebt Violet, je hebt Dash en je hebt Syndrome. Of Syndroom. En Syndroom is dan de bad guy van de Incredibles. Maar in ieder geval wel 5 karakters die je kan kiezen met de Incredibles. En ja, er is niet veel over te zeggen meer. Dit is het enige poppetje dat ik heb van de Incredibles. Misschien klinkt het een beetje Sully, maar ik heb ook Sully. Met de prachtige paarse stipjes. En dit monstertje, wat eigenlijk staat op een soort van, wat zijn het, schubben. Het lijken net schubben. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar een heel apart pad waar die op loopt eigenlijk. En een Sully kennen we natuurlijk. Hij wijst met het vingertje. Hij is cool, hij is stoer. En zo kwam die over in Monsters Universiteit. Zo kwam die ook een beetje over, hè? De stoere Bink, de stoere monster. En hij is wel relaxed. Ik denk dat Mike heeft natuurlijk wat meer hersenen dan hij. Vind ik dan persoonlijk. Maar dit is ook een heel leuk karakter. Hij heeft ook een hele leuke playset. Dit is ook de enige die ik heb van Monsters University. Ik kan er niet veel over zeggen. Hij heeft een leuk kleurtje. Hij is ook cool. En het was ook de eerste set die ik speelde van Monsters University. Of de Monsters University speelde ik als eerst als Disney Infinity playset. Waarschijnlijk kennen jullie het volgende karakter. Het is namelijk Mickey Mouse. En zoals je ziet, ziet hij er heel stoer uit. Hij heeft een beetje zijn tovenaarskleding aan. Omdat hij ook met magie speelt. Hij staat ook op stenen, zoals je ziet. Op een leuke gekleurde steen. Nou, Mickey kunnen we ook niet heel veel over zeggen. Het is een fantastisch karakter. Die moet je hebben als je Monsters University... Ik zit weer met Monsters University, man. In mijn gedachten. Ik wil Infinity. Het lijkt op elkaar. Maar je moet deze hebben als je Infinity wilt nemen. Hij heeft geen playset, helaas. Ik vond wel dat... de makers hadden eigenlijk wel een playset moeten maken van Mickey. Want Mickey is toch wel een hoofdpersonage van Disney. En dat vond ik eigenlijk wel een minpunt. Maar dan is het nog wel heel gaaf om een keer met hem te spelen. Heel veel bijzonderheden heeft hij niet. Hij kan toveren. En hij ziet er gewoon fantastisch uit. Dat is eigenlijk het enige waarom ik hem heb gehaald. Omdat Anna schil keek, heb ik Elsa gehaald. En Elsa kijkt wat minder schil. Ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan, maar Anna kijkt heel erg schil, haar poppetje. Ik vond het er niet uitzien. En natuurlijk de bekende van Frozen is dit ook een heel leuk karakter. Ze staat ook op een soort van ijspegel. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Of een ster, een ijsster of zo. Ik weet het echt niet. In ieder geval, jullie kennen haar wel. Het is natuurlijk een heel commercieel karakter. En daarom heb ik hem ook gehaald. En het is ook een van de eerste vrouwelijke karakters die ik nu ook laat zien aan jullie. Nou, lieg ik, want ik heb natuurlijk Jessie laten zien van Toy Story. Dus de tweede. En we krijgen dadelijk nog een vrouwelijk karakter. Maar hier heb ik niet veel over te zeggen. Ze heeft een jurkje aan. Ze heeft heel lang... valt mee met lang haar. Maar ze heeft in ieder geval wat langer haar dan gemiddeld. En een must-have. Elsa. We krijgen nu 3 karakters uit 2.0. We hebben hier om te beginnen Stitch. En Stitch is heel erg gedetailleerd. Omdat die tandjes... Hij heeft van die tandjes. En die zijn helemaal in 3D. Dat is echt heel grappig gedaan. En hij, zoals je ziet, is de ondergrond ook wat meer gedetailleerder dan 1.0, vind ik persoonlijk. Je ziet dat hij op zand staat en dat er een zandkasteeltje staat en dat hij eentje heeft ingetrapt. He, van raar, weet je wel. Dat is echt een heel leuk karaktertje. Hij doet leuke stunts. Hij kan leuke aanvallen doen in 2.0. Hij is ontzettend lief ook, natuurlijk. Jullie kennen hem wel. Daarom koop je hem natuurlijk. Ik kreeg hem trouwens met de starter pack van 2.0, dus ik had weinig keus. Maar ik vond hem hier ook wel heel erg leuk om te hebben. Bij 2.0 zit ook Merida. En Merida is natuurlijk van Brave. En zoals je ziet is ook de ondergrond weer heel gedetailleerd. Je ziet zo'n vonkie. Die je ook in de film ziet van Brave. Zie je beneden staan. En je ziet ook dat ze op een soort van mos staat of zo. Het is een soort steen met mos, lijkt het net op. En ze heeft natuurlijk de prachtige pijl en boog in de handen. Wat ook bij haar karakter hoort. Bij Merida. Dat mooie, prachtige, gedetailleerde haar heeft ze ook. Het ziet er fantastisch uit. De karakter is ontzettend gedetailleerd. En ik vind het een heel goed karakter, omdat ze een pijl en boog heeft. Ze schiet goed en ze is ook leuk om mee te spelen. Dus hij zat bij de 2.0 starter pack. Dus vandaar. Maar het is een heel goed karakter, hij is leuk. Het laatste karakter is ook voor 2.0 en is natuurlijk niet te missen als Donald Duck fan. Zal je het ook wel zeker niet van opkijken dat ik natuurlijk ook Donald Duck heb. En Donald Duck staat op een stukje groen gras. Ook heel jammer dat hij geen eigen playset heeft. Dat vind ik ontzettend jammer. Dat geldt ook voor Stitch en Merida. Maar omdat het 2.0 is gebaseerd op Marvel, vind ik het wel jammer dat Donald Duck sowieso niet bij 1.0 zat. En dat hij geen playset hebt samen met Mickey of zo. Dat vind ik heel erg jammer. Want je had die twee best wel kunnen combineren.
Donald Duck is natuurlijk heel erg chagrijnig. Dat weten heel veel mensen niet. Hij is altijd chagrijnig en zeikt heel erg. En kwaakt heel erg en kan overal over mopperen. Daar valt niet veel over te zeggen. Het is een fantastisch karakter. En een must-have. Net als Mickey Mouse natuurlijk. Dit waren mijn karakters. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie vinden van ik moet nog een karakter erbij nemen. Laat weten in de comments welk karakter ik erbij moet nemen. Vergeet niet een like achter te laten. En te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!